Goedemorgen mevrouw, komt uw bus vandaag? Ik weet het nog niet, we staan hier net. We zijn even aan het kijken welke bus er wel of niet komt. Ik kom vanuit Beuningen en die bus reed gewoon, dus geen probleem. Nee, gewoon op tijd? Ja, op tijd. Niet zo vol. Was gezellig, ja. Gezellig? Ja. Kijk, ik zat gisteren de hele avond te denken, ja, gaat die bus rijden of niet, maar reed gewoon zo. Heeft u al iets gehoord over de staking vandaag? Nou, we hadden het in de loop van deze week gehoord. Dus we wisten dat het eraan zat te komen. Ik wist van niks. Baalt u? Nou ja, je baalt altijd als bussen uitvallen als je ergens heen moet. Maar goed, ik snap het ook wel. Reizigers die vrijdag met de bus wilden, hadden te maken met een onvoorspelbare dienstregeling. Een aantal chauffeurs van Breng staakten voor een betere cao. De chauffeurs willen meer loonsverhoging en ze willen dat de werkgevers iets doen tegen de hoge werkdruk. De chauffeurs zitten achter de tijd aan te jagen op de bus. De diensten zitten veel te dicht op elkaar. De onderbrekingstijden zijn veel te kort. En dat leidt tot voor ons een onaanvaardbare werkdruk. Ik merk nu op oudere leeftijd, dan weer een vroege dienst, dan weer een late dienst, een tussendienst. Dan merk je toch wel de drukte die steeds meer in het verkeer komt en dat soort dingen. Dat gaat op latere leeftijd, gaat het je wel steeds meer moeite kosten. De leden van vakbond FNV hebben aangegeven door te gaan met acties totdat er een betere cao ligt. In de zomer zullen de chauffeurs van FNV niet staken, maar na de vakantie worden de acties weer opgevoerd. Ook op andere plaatsen in Nederland zijn stakingen en er wordt een landelijke actiedag voorbereid.